jongeren. Jullie praten natuurlijk veel over verbinding. En je moet met ze in contact zijn. Je moet ze kennen. En dan heb je misschien een kans dat je met je verhaal binnenkomt. Maar hoe bereik je ze nou echt? Nou ja, door echt. Het is ook gewoon lucratief voor ze. Dat is ook zo. Hè? En niemand zal ontkennen dat het niet heel aantrekkelijk kan zijn. Ik hoorde dat ze, om snel drugsgeld te verdienen. Want ik hoorde dat ze 100.000 euro per jaar kunnen verdienen, die jongeren. Nee, dat gaat om gigantische bedragen. En vooral in de cocaïne is dat natuurlijk heel snel iets wat oploopt. Maar kijk, wat volgens mij super belangrijk is, is dat we er heel snel bij zijn. En dat de wijkagenten, waar Martin het ook over heeft, dat zijn onze ogen en oren in de wijk. Maar niet alleen zij, ook alle jongerenwerkers. Daar hebben we er gelukkig een aantal van in Utrecht. Die doen fantastisch werk. Ja. Zaten hier ook onlangs. Die hebben hier gezeten omdat ze met oud en nieuw het zo rustig hebben gehouden. Absoluut. In Utrecht. En kijk, eigenlijk heb je dus in de haarvaten van je samenleving mensen nodig. Of het nou de dienders zijn, of de jongerenwerkers, of de mensen van de geestelijke gezondheidszorg, of het welzijn. Die er samen voor zorgen dat er, als het waar een soort schild om die jongeren heen komt, ook met hulp. En het liefst voordat ze eigenlijk het verkeerde pad opgaan. Ja. En soms ook zelfs nog tijdens dat moment. En ja, dan moet je inderdaad wel ook een alternatief hebben. Stages, een baan, begeleiding. En dat is niet iets wat makkelijk is, maar het moet gebeuren. En onze zorg is eigenlijk dat die basis die we nodig hebben in die wijken, gewoon te weinig er is. Utrecht en onze hele regio, eigenlijk heel Midden-Nederland, groeit heel snel qua inwoners. Ja. 10 jaar geleden is er een verdeling voor het aantal politieagenten bijvoorbeeld tot stand gebracht. Ja, wij hobbelen eigenlijk gewoon achter de feiten aan. En overigens geldt dat, zeg ik je heel eerlijk, voor veel meer van mijn collega's ook in de rest van het land. Het is ook een landelijk probleem. Ja. Maar dan moet je dus toch in Den Haag aankloppen. Zeker. Nou, we zitten in een nieuwe kabinetsformatie. Althans, die heeft een valse start, maar die zal dan heus wel weer op gang komen eind volgende week of zo. Wat verwachten jullie van Den Haag? Wat wil je ze vragen? Nou, kijk, wat Sharon zegt, het gaat natuurlijk om die wijkagenten. Hè? We willen zorgen dat die politiecapaciteit goed op sterkte blijft. Maar dat is het niet alleen. Het is niet alleen de politie. Het is die volle breedte van die veiligheidsketen die om die jongeren heen staat. Dus het gaat ook om jeugdwelzijnswerk. Het gaat ook om de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat ook om gewone jeugdhulpverlening. Maar ook justitie inderdaad. En de rechtelijke machten die daar een rol in spelen. Dus in dat totale palet moeten we vol blijven investeren om niet alleen in die korte termijn te kijken. Want het lukt ons echt wel om die daders op te pakken. Nou, dat is al heel wat, hè? Want dat kan je lang niet altijd zeggen. En ook die grote jongens halen we eruit. Hè? We zien dat het Marengo-proces is net opgestart. Dus we zijn volgens mij effectief aan die repressieve kant. Maar waar het ook om gaat, is dat we verder kijken dan ons neus lang is. En ook naar die lange termijn kijken. Ja. En dat vraagt om. En het lange termijn bedoelt u dan, je moet ze toekomst, je moet ze uitzicht. Je moet een programma eigenlijk kunnen maken. Ja, daar zijn we ook in de regio al mee bezig. Maar ik wil dat ook heel graag voor mijn eigen stad kunnen uitbouwen, waarbij we jonge mensen die potentieel eigenlijk aantrekkelijk zijn voor criminelen om geworven te worden. En die ook kwetsbaar zijn. Waarbij we die eigenlijk gaan helpen om te voorkomen dat ze het verkeerde pad opraken. Wat heb je dan nodig?